Voor Ton Lathouwers loopt de Russische literatuur als rode draad door zijn leven. Als onorthodox zenmeester vertelt hij verhalen die in ieder oproepen om die ene unieke mens te worden. De inspiratiebron hiervoor lag in de Sovjet-Unie, waar 50 jaar geleden religieuze uitingen verboden waren. Nu is hij terug in Moskou voor de presentatie van zijn eigen zenboek. Er is een prachtig Russisch verhaal wat ik, toen ik me ging interesseren in de Sovjet-literatuur, wat me altijd tot nu toe bijgebleven is en wat de aanleiding is dat ik ben gaan mediteren. Merkwaardig genoeg. Een schrijver verhaalt hoe hij na een verblijf op een heel klein eilandje met primitieve toestanden gelukkige mensen ziet op dat eilandje. En dan komt hij in Moskou in de metro en dan staat hij in de metro te kijken tot hij dezelfde uitdrukking van innerlijke tevredenheid vindt bij de mensen die hij vond op dat eiland. Niemand. Hij gaat bewust kijken, hij blijft nog staan en hij ziet altijd een soort geslotenheid en een soort gemis. En dan is zijn vraag, wat is het dat dit niet naar buiten komt wat ik wel soms vind bij primitieve andere mensen. Ondanks het feit dat wij alles doen om het leven geciviliseerder te maken, technisch volmaakter, met alle mogelijkheden, rijkdom. En dan ontdekt hij, als hij daarover gaat zitten op een bank, voor het eerst in zijn leven de stilte. En dan beschrijft hij wat de stilte voor hem betekent. Hij beschrijft dat hij langzamerhand voelt dat als hij maar lang genoeg zou zitten en niet meer op hol genomen wordt door zijn gedachten, dat er meer vrijheid en openheid komt. En als dat dieper en dieper wordt, dan zou hij de zin, schrijft hij letterlijk, begrijpen van ouderdom, van kinderen, van leven en dood. En het allerbelangrijkste. En toen ik dat gelezen had, ben ik echt gaan mediteren voor mezelf. Извините. Могу ли я спрашивать что-то? Извините. Да, извините. Я из Голландии. А вы медитируете, а? Да. Вы это дзен? Вы, я занимаюсь дзен? Фалуньдафа, Фалуньгун. 10 лет. А, уже? Yeah. Yeah. А там, мы это дзен-буддизм. Мы практикуем. Он? Я, он сделает фильм для голландского телевидения. И het is een trogatil nog, zo wie is die eens metro, stak of militair. Nou ja, wat je wel, toen ja, het was visio, het was zoiets passibel. Ik zou wel luchtje wel van me, het zou wel luchtje wel passibel was zoiets. Украинский вот. А, да. Так что вы, умеете понимать по-турецки, когда отлично, да. А-а-а. Это киевский. Вон сити Москва сити. Ja, wat ik heel indrukwekkend vind hier is hoe de muren volgeschreven zijn
met opmerkingen, allemaal, laat ik zeggen, prijzende opmerkingen over literatuur, over deze schrijver. Maar het laat vooral zien hoe belangrijk voor de bevolking de literatuur is als expressie van wat het leven is. Ik ben zelf vooral geïnteresseerd in de religieuze achtergronden van een cultuur. In de Sovjet-literatuur was religie verboden. En ik was daar juist zo door geboeid, omdat ik wilde weten hoe komt wat niet in een officiële religieuze taal gezegd mag worden, toch tot uitdrukking. En dat is in Rusland altijd in de literatuur geweest. Veel dieper dan in de officiële religieuze literatuur. En hoe dat mensen raakt en hoe mensen daardoor leven en wat dat betekend heeft, veel meer dan denk ik in het Westen, is literatuur als uiting, als van literatuur en kunst als diepste uiting, diepste expressie van waar het ten diepste in het bestaan om gaat. De grote vragen van leven en dood, van verwondering, van ontzetting, van tegenstrijdigheden. Доброе утро. Здравствуйте. Я бы хотел купить цветы. Но я еще не знаю, как их. Хризантемы, розы. Какие вам цветы? Какие? Это для могилы Беллы Ахмадулиной. Вы знаете? Ну да. Хризантемы. Хризантемы хорошо. Ну-ка, хорошо. Сколько? 120 рублей одна ветка. Да, три, четыре. Четыре? Да, пожалуйста. А, да. Или пять, и лучше, а? Ну, четные. Не равны. Четные. Четные, я. Да, хорошо. Давайте, я вам сейчас дам. Пожалуйста, да, спасибо. Здравствуйте, извините, я ищу улица 3 и могила Беллы Ахмадулиной. А, Беллы Ахмадулиной, да. Вы знаете, вам нужно через эти ворота пройти. Что? Через эти ворота, через эти. Направо. Направо. Но там уже, ну ищите. Это она? Ну, она на самом краю, вот как бы на самом краю. И вот, не, вот знаете, вы сразу поверните вдоль стены, и там вам легче будет искать. А, да, хорошо. Спасибо большое. Я, конечно, фотографировала, но... Ничего. А я да понимаю, да. А, hier is het graf van Беллы Ахмадулиной. О, God, ja. Ja, en dat was de houding waarin ze altijd declameerde. Een Russische dichteres. Die ik al las toen ik met Sovjet-literatuur bezig was. En toen ik de eerste keer in Moskou was, zijn we naar haar huis gegaan. En toen hebben we een hele avond gepraat over van alles en nog wat. Vooral natuurlijk zo dit thema's waar ik mee bezig ben, de zin van het leven. Dood en onsterfelijkheid, religie. Ze had een prachtige icoon van Maria daar hangen. En ik weet wat mij heel ontroerde, dat ze altijd zei, als ze in het gesprek, dan zei ze niet, luister nou eens Ton, maar ach, Militon, lieve Ton, lieve Ton, zo, Militon. En later schreef ze dat ook in een boekje met een opdracht. En ze declameerde een aantal gedichten in haar huis zo, die ze uit haar hoofd kende en die te maken hadden met het onderwerp van ons gesprek. En het is toch voor mij altijd een van de ontroerendste ontmoetingen geweest in Rusland. Het was iemand waarvan altijd geschreven werd, dat...
alle Russische jongens en mannen, zeker de Moskouse die herkenden, die waren stapelverliefd op haar. En nou ja, ik was natuurlijk ook wel onder indruk van haar, ja, van haar authentieke declameren. En het was echt zo met een Russische ziel. Het was indrukwekkend. Alles wat toen verscheen aan literatuur heet Sovjetliteratuur. En zij publiceerde in die Sovjetliteraire tijdschriften. Dus voor mij was zij een Sovjetdichteres. Maar wat zij schreef over het leven en ook over de pijn en de eenzaamheid haar gedichten, ja, dat sprak mij erg aan. En dat reikte dieper dan wat normaal verlangd werd van een Sovjetschrijver. Alles wat religieus was, was taboe. Je mocht zelfs het woord God niet met een hoofdletter schrijven. Ook als je sprak over oudere literatuur, waarin wel geschreven werd over God, moest met een kleine letter. Ik herinner me nog goed de eerste schrijver die het met een hoofdletter deed, wat dat teweeg bracht. Maar ik heb een keer een gesprek gehad, ik weet niet, met een schrijver of met een paar schrijvers samen, waarvan er een zei, ja, maar jullie mogen het wel gebruiken. En daarom gebruiken jullie het ook veel te makkelijk. Je noemt hem meteen de grond van het bestaan God. Wij mogen het niet. Wij moeten nieuwe authentieke uitdrukkingen vinden die voor ons levend zijn en de censuur kunnen passeren. Die de censuur daar zelfs niet opvallen als religieus. Maar zo'n taboe was het. Maar daardoor bleef het ook fris. Wat zij schreven was nooit de taal van glas en lood en wierook en officiële kerkenzangen. Een hele andere kijk op wat wij zo gauw literatuur noemen, zonder al die etiketten. Daar staat een keertje, en dan is het een писательница. Nee, dat is niet писательница, dat is de vrouw Горького. Писатель Горький. Да, Максим Горький, его жена. Марья Федоровна Андреевна. Я не знал. А, спасибо. Актриса художественная. Спасибо. Это та фрау фон Максим Горький. Die ligt hier, ja. Да. А вы ее знали, или особенно читали? I was small. Она считает. Но ее видела. Она ее видела. Она ее Вы знаете наизусть стихи Маяковского? Ну, когда-то знала. А, да, я по-голландски буду строк. Вот это Маяковский. Русский, мать, сестра. О, я. О, я, да, чехте, а сын сестер Люда и Ольга. Да, знаете, такие, не домой, не на супах, любимые гости. Две морковинки несу за зеленый хвостик. Это тоже не голода. Все ценилось, и вот он написал. Это же bekendste en grootste Sovjetdichter. En ik heb de stukken die hij geschreven heeft voor de revolutie zijn zo'n schreeuw om zo geladen. Pasternak zegt ergens dat hij nooit iemand gekend heeft met zo'n authentieke uitdrukkingskracht als Majakovski. En in een van die gedichten komen regels voor die ik nooit vergeten zijn in de Nederlandse vertaling is. Dat is bijna zoals in het Zen-boeddhisme, zo'n ommekeer. Hè, of in elke, het is zo'n ommekeer die hij verlangt. En dat is, ja, ik voel het. Mijn ik is mij niet meer voldoende niveau. Iets scheurt zich uit mij los, steeds vermoeder. En dan roept hij, hallo, ben jij daar, moeder? Moeder, je kind heeft een pracht van een kolder. Mijn moeder, mijn hart brandt als een komeet. Zeg aan mijn zusjes, aan Juda en Olga, dat ik nergens meer uitkomst weet. En daar liggen dus Juda en Olga. En zijn moeder ligt hier. En het laatste wat hij schreef toen hij stierf, dat weet je, dat afscheid nemen, zijn afscheidsbrief, was langer dan wat ze gevonden hebben. En wat hij echt achterliet toen hij zich doodschoot. Maar enkele dagen eerder heeft hij het vier regels bij. Dat is Kagawajat incident is pirtjen. Ljubovnaya lotka razbilas obit. Ja, zhiznyu v rashchete. Injekchemu pirtjen vzaimnykh bolyei. Bjet i obit. En dan komen deze regels erbij. Tish matri, tipas matri. Kakayev mirje tish. Noch op
обложило небо звездной данью. В такие вот часы не спишь, а говоришь векам, звездам и мирозданию. Ik was geraakt door de sfeer in een kerk toen ik 4 jaar, 5 jaar was. Donker, wierook, een lichtje. En ik zag dan ook de gezangen, hoorde ik, in de katholieke kerk. En ik wist niet wat het was. Ik wist alleen dat mijn moeder, als ze de communie ging, anders was. Zo zat ze met de handen voor de ogen. Ja, ik vond het indrukwekkend. Maar daar was geen godsbeeld bij. Het was de sfeer. En die sfeer is mij altijd bijgebleven. Die sfeer heb ik later een keer beschreven in een van mijn verhalen. Dat ik daar alleen maar die donkerte en af en toe dat vage zingen, de lichtjes en dan die heilige beelden. Извините, пожалуйста, есть икона Юродивого Василия, Василий Юродивый. Василий Блаженного или Георгий Победоносца? Он был, вот это был, Юродивый, Юродивый. Юродивый. Святой этой церкви. А, hier. А, да, это он. А, да, hier. Dat is hij, zie je? Russen hebben nog altijd tot onze deze tijd iets met die type heilige, Jorodwi. Ze bestaan toch. Ze bestaan soms in sommige kerken. Tijdens de liturgie gaan ze op de grond zitten, kijken de andere kant op en zo. Net als trouwens de Chinese boeddhisten, die kennen ook zo'n soort, wat zal ik zeggen, dwaas uit heiligheid. Ik denk dat het voor mensen heel aantrekkelijk is dat er een type heilige is, dus echt die het wezen van de religie uitdrukt, maar in feite door zijn hele houding en gedrag iets totaal anders laat zien dan het bekende plaatje van de heilige. Hij zet het op zijn kop. Het is een dwaze om Christus wil. Daar zit ook wel iets in van wat een apostel ergens schrijft, als gij niet wordt als de kinderen. Dan zult je het Rijk der Hemelen niet binnengaan. Je moet zo naïef zijn, zo vrij van alle. Van wat een Russisch schrijver ooit schrijft. Wat is het toch erg als kind? Was ik speels en nu ben ik een onverbeterlijke volwassene. En wij zien in hem iemand die dat gebleven is. En daardoor juist die binding heeft met de religieuze grond van ons bestaan. En dat zo sterk uitdrukt dat we denken, eigenlijk is dat waar. Eigenlijk zouden we zo moeten zijn, maar dat kan nu helemaal niet.
Toen ik hier kwam, was deze kerk er niet. Maar hij bleek deze voorgaande kerk, die precies lijkt op wat er nu weer staat. Dit is nagebouwd van het verleden. Daar is door Stalin is die oude kerk ontploft. Ze hebben hem laten ontploffen met dynamiet. Er is een zwembad gekomen voor iedereen. Maar je ziet dat alles vergankelijk is. Van nu is het zwembad verdwenen, nu staat de kerk er weer. Toen ik hier bijna 50 jaar geleden was, was de kerk echt behoorlijk onderdrukt. Er waren maar weinig kerken open. Ik ging soms naar een kerk toe, maar ik hoorde ook van de Russen die daar kwamen dat er stonden buiten politieagenten. Het was verdacht. En nu is het precies omgekeerd. Nu is het eigenlijk weer opnieuw een symbool van de nieuwe macht en de nieuwe verbondenheid van kerk en staat. En daarom is het begrijpelijk dat de Pussy Riot, die meisjes die daar zo met een masker aan demonstreren en zingen om dat aan te klagen en smeken, eigenlijk een gebed tot de moeder gods, waarin ze vraagt dit te doorbreken. Hè. Bevrijd ons van Poetin in de kerk. Want de macht van Poetin in de kerk en de regering, dat is weer net als voor de revolutie en net als altijd hand in hand. De orthodoxe kerk is nu weer aardsconservatief. Officiële artikelen over het boeddhisme, dat wordt afgeschilderd als een religie van de leegte en van het niets. Dat wordt beschouwd als een soort spiritueel nihilisme. Dat is de kerk van Satan. Boeddhisme is de religie van Satan. Добрый вечер. Это Тон из Голландии. Если у нас будет еще кто-нибудь придет, у нас будет еще одно место, да, рядом с алтарем. Хорошо. И еще бывает, когда приходят люди, когда мы делаем в коридоре места тоже. Все страхи и несчастья могут быть отброшены и рассеивают омрачение тьму заблуждения. Она сама является органом зрения. Она обладает ясным знанием собственной природы всех дхарм, ведь она не отклоняется. Да.
А у нас есть еще сладкое вот сейчас. Тон получил передачу Дхармы в китайской ветви дзен-буддизма. Да. Вот, и, может быть, сегодня расскажет что-нибудь, что поможет нам в нашей практике здесь, в Москве. Любовь, мы оба помогаем друг другу. Это самое важное, чтобы это было. А вообще, можете, ну вот, какой взгляд у вас, что вообще есть дзен? Это самое важное, то, что как будто дзен или вообще всякая религия вызывает нас стать таким единственным человеком, которого больше нельзя во Вселенной. Снежинка всегда уникальная. Уникальная. Нету выхода. Мы совсем в тупике. Нету больше возможностей. А все-таки мы так как открывается, как благодать, новая возможность. Это для меня так, первый раз это что-то открыло. Дзен в России очень известен. Вот. Но людей, которые бы практиковали дзен, не так много. Многие люди, они читают книги о дзен. Вот. А, да. Я желаю успеха в вашей книге. Честно говоря, для меня книга Тона Латхауэрса стала событием. Несомненно, она стала для меня событием, потому что в ней я увидел прежде всего очень глубокий и, я бы сказал, необычный в своей глубине духовный опыт. И поэтому я читал эту книгу прежде всего как свидетельство о духовном опыте, о жизни человека. То есть ведь эта книга для меня это вот как бы такой итог жизни автора. То есть я почувствовал, что вот в этих беседах собрано то, о чем Тон думал многие годы его жизни. И это ценно, когда в таком, ну, относительно небольшом объеме концентрируется такое содержание, которое связано с таким глубоким, непростым жизненным путем конкретного человека. Een DVD van deze uitzending kunt u bestellen via onze website. En luister ook naar onze programma's op Radio 5. Surf voor meer informatie naar www.bosrtv.nl.